Dus ja, jullie kijkers kunnen voor Ajax spelen in deze save als een van de jeugdspelers wanneer die promoveren. Zoals ik al zei, laat je naam achter in de comments en je maakt altijd kans. Daar zijn we weer hoor. Tof dat jullie er allemaal weer bij zijn en kijken naar een gloednieuwe FC 24 Ajax Career Mode. We komen van de deadline day af. En voor degenen die het in de vorige aflevering hebben gemist, Sergi Roberto heeft zich bij ons aangesloten. We gaan nu dus gewoon verder in de competitie. Europees voetbal, bekervoetbal, noem maar op. En we hebben een relatief... qua tegenstand rustig maandje. Het is niet allemaal super sterk. Sparta, twee keer Heerenveen, NEC en Fortuna Sittard staan deze maand op het programma. Ik wil de beker gaan spelen tegen Heerenveen met wat jonge gastjes. Voor de rest moet ik nog even kijken eigenlijk wat ik precies allemaal ga spelen. Want ik word niet warm van dit schema. Dit schema is niet dat ik denk van, oh, toffe wedstrijden. Dus ik moet even kijken hoe het precies gaat lopen. Mocht je er al wel zin in hebben, klik dan vast op het duimpje omhoog. En dan gaan we gewoon nu gauw verder. Het brengt me wel bij het volgende. We gaan natuurlijk dus ook bekerwedstrijden spelen met jong talent. Dat wil ik in ieder geval gaan doen. En we hebben hier een linkervleugelaanvaller, Victor Robert. Een Belg die is gepromoveerd. En wat ik met deze jeugdspelers wil gaan doen, is ik wil ze jullie namen gaan geven. Ik kan hier spelers bewerken en dan kan ik de namen aanpassen. En dan kan Victor Robert vernoemd worden naar een van jullie kijkers. En dat wil ik ook met andere jeugdspelers doen. Ik denk niet dat mensen interesse hebben om vernoemd te worden naar een keeper bijvoorbeeld. Maar goed, mocht dat wel zo zijn, laat het dan ook gerust achter. Ik kan het nog niet voor deze aflevering doen, maar voor de volgende afleveringen wel. Laat je voorkeur achter. Wil je links buiten zijn of wil je keeper zijn? En laat dan je naam achter. Als wie je zou willen voorkomen in ons team eigenlijk. Dus ja, jullie kijkers kunnen voor Ajax spelen in deze save. Als een van de jeugdspelers wanneer die promoveren. Zoals ik al zei, laat je naam achter in de comments. En je maakt altijd kans. Gaan we nu gewoon verder simuleren. En dan zien we wel wat er allemaal gaat gebeuren. Na wedstrijddag en de eerste wedstrijd op het programma van deze aflevering is Sparta. Die hebben maar 9 punten zie ik hier. Die moeten gewoon vol op laatste staan. Dat kan bijna niet anders. Nee, ze staan 17e. Volendam staat er nog onder. Maar damn, die doen het echt niet best, die twee. Dit moet gewoon veilig gesimuleerd kunnen worden, lijkt mij. Wat dat betreft wordt het gewoon nu even kijken met wie we gaan spelen. Ik laat Summerville wel staan. Gods misschien even rust gunnen. Voor Robert. Lijkt me wel wat. Reins met zijn rode kaart. Echt, hoe krijg je het voor elkaar? Eigenlijk zie ik verder niet zoveel wat ik wil gaan aanpassen met deze basis. Ik ga dit gewoon zo laten staan en we gaan hiermee snel simuleren. En het is een dikke 5-0 overwinning. Weghorst met een goal. Unuvar met een goal. Almada met ook weer een blessure zien we daar hoor. De tering alweer. Het is maar een pleistertje. Summerville en Taylor. Oké. Prima uitslagje wel. Sparta met 0 schoten en 0 kansen. Dat is wel heel zielig. En ja, hij is weer geblesseerd. Dit is denk ik al de 4e keer of zo dit seizoen. Ik heb geen idee. Ik kan het niet eens meer bijhouden. Maar ik heb voor mijn gevoel is Almada echt heel vaak geblesseerd. En nu is hij dus ook weer 2 weken niet beschikbaar. Dit begint wel echt kloot te worden met Almada. Nou, dan is het nou bekertijd. Het is dus kwartfinale tegen SC Heerenveen. Deze week dus zelf gaan spelen met wat jonkies. Lijkt me wel leuk om een keer te doen. En we zullen ook wel wat dingen moeten omgooien hoor. Want het eiland, de basis is een beetje vermoeid. Het valt mee de schade. Het had erg gekund. Maar we moeten wel een beetje sleutelen. Nou, Almada. Echt voor de zoveelste keer ga je gewoon weer niet mee. En we nemen Fitz Jim maar mee op bankie. Summerville eraf voor Gods. Ziyech eraf voor Traoré. Rosario eraf voor Veldman. Nee. Ik wou voor Vos, dankjewel. Hato eraf voor Kaplan. Soetalo eraf voor Veldman. Roberto eraf voor Ford. Meijer houden we er even af voor Sosa. Of nou ja, laten we gewoon lekker een keertje Jurie Baas gaan spelen. Waarom ook niet? En dan op doel doen we Olij. En we nemen onze jeugdkeepertje mee op de bank. Oh, dat was niet de doelman die ik zocht. Marshall mee. Natuurlijk wil ik Robert wel mee in plaats van Summerville. Die krijgt gewoon vrij. Weghorst mag spelen in plaats van Brobby. En Brobby gaat naar de reserve deze pot. En dan nemen we Rijkoff mee.
En weet je wat, ik ga Rijkoff ook gewoon starten, joh. Die man heeft speelminuten nodig om te groeien. Geef ik nog veel te weinig aan hem. Dan Taylor er nog even af voor Fitz Jim. En dan moet ik even kijken, kan ik nog wat aanpassen voor het bankie? Nee, ik mis wel gewoon een beetje wat talentjes of zo. Ik neem Somerville mee in plaats van Ziyech. Maar we hebben nu wel een lekker jong elftal staan op wat enkelingen na. Olij heeft natuurlijk wel ervaring, Veldman, Traoré. Maar ja, voor Traoré heb ik ook niet echt iemand anders. Dus ja, we moeten het er maar mee doen. Op zich wel een geinig teampje om de beker mee te spelen. Laten we hiermee naar de aftrap gaan en hopen dat we gewoon de volgende ronde kunnen halen. Heading for a showdown. Two teams who thrive on pressure and performing on the big occasion. Now they get their wish. Fans the world over are fully focused on this atmospheric stadium where the drama is about to be played out over the next 90 intriguing minutes. Who will prevail? What next? We'll find out on EA TV. No! We staan klaar voor de aftrap die Heerenveen mag gaan nemen in de kwartfinale. We zijn begonnen. Vos met een goede verovering daar. Niet verkeerd, dan is hier Unuvar. Tikt hem naar Traoré. Traoré naar Rijkoff. Rijkoff wordt geblokt. Vos, heel veel ruimte daar voor Baas. Eens kijken of we hier wat mee kunnen. Voorzetje, oh. Maar Traoré komt daar niet bij. Oké, we krijgen voordeel. En dan zie je nu Rijkoff. Komt langs de man. Haal maar gewoon uit, jongen. Oh, dat is een prima goaltje, hoor. Van niemand minder dan Julian Rijkoff. Goed ingeschoten in het hoekje. Keeper kansloos. En zo staan we al gauw 1-0 voor. Nummertje 45 vanaf 18 meter. Goeie pegel, goede goal. 1-0 Julian Rijkoff. Oh, schot van Heerenveen wordt geblokt. Oh, is dit Hens? Kennelijk is het Hens. En dan mag Heerenveen hier gaan aantreden voor een vrije trap. Lijntje wordt even getekend. En daar staat een muurtje klaar. Nou. Eens zien wat hier gaat gebeuren. Gaan ze op doel schieten? Ik denk het wel. Dat is een prima afstandje. Oh, fake shot. Oh, leg hem kort. Daar staat toch het schot. Wordt meerdere malen geblokt. Komen er nog niet helemaal uit. En dan is de bal voor Olij. Hier is Gods. Ik zie daar een Traoré gaan. Oh, dat is ook wel een overtreding. Maar ik had liever even gewacht. Oh, rood. Nou, dan staat het nu gewoon Heerenveen met een man minder. Dat moeten we ons voorwaarts kunnen halen. Ik vind het wel wat ver om te schieten. Ik ga kijken of ik hem op een magische wijze goed voor kan geven of zo. Nou, dit is niet zo slecht. Dit is helemaal niet slecht. Het is een goal. Prima, vrije trap. Ik heb totaal niet gezien wie hier de doelpunten maken. Is nummer 13, het is Kaplan. Goeie vrije trap. Kijk, voorleggen kan ik dan wel. Ik schiet altijd in de muur, die er nou niet stond. Maar dit was gewoon echt een uitstekend vrije trapje. En Kaplan, onze verdediger. De vorige keer was het Sutelo, nou is het Kaplan. Die kopt hem daar prima binnen. Je zou bijna zeggen, dat is misschien wel buitenspel met hoe open die staat. Maar het is gewoon super slecht verdedigd van Heerenveen. En heerlijk ingekopt. Wat een slechte herhaling. Maar goed, 2-0. Oké, nou komt Heerenveen hier. We moeten in de verdedigende stellingen nu even schot. Olij met de redding. Veel ruimtes daar misschien. Als deze bal aan kan komen, kunnen we hem in bezit houden. Kunnen we... Oh, dit is goed. Unuvar, powershot hem maar. En hoppa! Het is 3-0. Jong Ajax dendert over dit Heerenveen heen. Dit gaat echt heel, heel erg soepel. Nou moet ik toegeven, ik heb de gameplay mod van Fiverr uitgezet. Omdat daar spelers heel stug mee aanvoelden. Misschien moet ik nu gewoon het niveau even wat hoger zetten. Anyway, prima goaltje van Unuvar. Stand 3-0. Nou, Traoré hier. Oh, botsing. Traoré staat er wel weer, kan de bal terug ontvangen. Dan is hier Gods. Gods. Tik hem daarheen. Terug naar Gods. Vos. Uithaaltje. Redding van Noppert. Dan hier Unuvar. Slingert hem de 16 in. Vos staat daar. Oh, er wordt gegooid. Oh, oké. Alles vliegt erin. Dit, ik weet niet wat hier gebeurt. Nou is het Silvano Vos uit een hoekschop die hem binnenkomt. En zo staat het alweer 4-0. Unuvar assistje. Het leek eerst heel niet te zijn dat ik die bal geen raak op moet zeggen. Ik denk die komt de verdediging weg.
En opeens zie ik die bal het netje in vliegen en denk ik van alright, nog een goal, helemaal prima. Easy naar de volgende ronde. Ja, het is inderdaad daar Vos. Maar hoe komt de verdediging daar? Dit is echt, dit is blamage. Dit is dramatisch verdedigd. 4-0, Silvano Vos. Bijna elke kans leidt tot het doelpunt. En hier gaan we weer. Hier is Traoré. Haal ook maar uit. En oh, dat is naast de paal aan de verkeerde kant wel te verstaan. Zoals Evert en Apel vroeger commentaar gaf. Maar we gaan rusten met een stand van 4-0. Ik kan absoluut niet klagen. Op naar de tweede helft. Rijkhoff naar Fitzjim. Die hebben het teruggehaald van Fortuna Sittard. Haalt uit. Maar schiet hoog over en naast. Hier komt Heerenveen. Kunnen ze dan iets doen voor de eer? Nee, want Veldman zit daar goed bij. Captain Veldman voor dit jonge Ajax. Traoré die hier de hoekschop mag nemen. Dat zou ik niet per se voor kiezen, denk ik. Maar goed, Kaplan daar kopt hem. Oeh, niet verkeerd. Oh, dit is een countertje. Heerenveen hier. Veldman, scheids vindt het niks. Oké, ik vond dat nog enigszins pittig, maar goed. We kunnen hier misschien zelf counteren. Gods, naar Rijkhoff. Nu eroverheen. Oh, daar gaat Traoré niet bij komen. Dan heb ik twee wissels aan mijn kant. Taylor komt erop voor Unuvar. En ik breng onze jeugdspeler, die Victor Robert, erop voor Traoré. Victor Robert, onze jeugdman. Naar Rijkhoff, die is helemaal open. Oh, slapjes ingeschoten. Hier is Rijkhoff. Geeft hem mee aan Fort. Fort moet naar Gods, doet dat goed. Gods geeft hem voor en dan komt Robert daar niet bij. Oh, we veroveren zo vaak de bal, hè. Hier, dit is voor de jeugdman. En hij peert hem naast, hoe dan? Ik denk ik gun hem zijn eerste goal. Uiteindelijk gaat Rijkhoff er nog af voor Weghorst. En Rosario komt erop voor, ik dacht Fitzjim uit mijn hoofd. Maar dat weet ik even niet zeker. Einde wedstrijd, tweede helft, wel kans gehad, niet gescoord. Eindstand 4-0, waarmee we de eerste helft eindigden. Nou, prima. We zijn in ieder geval door naar de volgende ronde en we speelden echt lijpgoed voetbal. Helemaal die eerste helft, prima afgerond ook de kansen. Dus ik kan niet klagen, ik ben zeer tevreden. En ik ben benieuwd wie onze volgende tegenstander in de beker gaat worden. Komen we snel genoeg achter, want het wordt dus weer tijd om verder te gaan simuleren. Dat was een prima overwinning en dit was eigenlijk net zoals de vorige keer, toen hadden we twee keer Feyenoord achter elkaar. Nu hebben we dus twee keer Heerenveen achter elkaar. Nou vind ik Heerenveen niet zo bijzonder om twee keer achter elkaar te gaan spelen. Dus grote kans dat ik deze ga simuleren. Laten we eerst maar richting de wedstrijddag gaan. Nou, dat is nu zover en ik ga hem simuleren. Ik heb geen zin om weer tegen de Friesen te gaan spelen, met alle respect. Onze basis is natuurlijk helemaal fit, want ze hebben niet echt gespeeld net in die vorige pot. Op Unuvar na en die blijft gewoon ook maar staan, denk ik. Want ik heb niet echt iets fitters hier achterwege om daar neer te zetten. Mijn bank is ook enigszins vermoeid. Komt dat we nou allemaal wedstrijden dicht op elkaar hebben. Maar na deze hebben ze, als het goed is, wat meer rust. Ik ga maar gewoon snel simuleren met wat hier staat. Gewoon de vaste basis. Alleen dus geen Almada, maar Unuvar. Snel simuleren doen we. We winnen 2-0. Tim Meijer. En eens even zien. Taylor. En nou Unuvar met een blessure. Het is ook non-stop de cam die geblesseerd raakt. Met fucking simuleren. Echt altijd die positie. Nou, hoe lang is Unuvar? 4 weken. Dit slaat helemaal nergens op, al die blessures. Echt helemaal nergens op. Nou, heb ik geen cam meer over. Dit wordt nog interessant dan. Zien of we dan nog iets interessants hebben hier om misschien om te trainen naar cam. Misschien deze Benjamin Peters. We geven Benjamin Peters gewoon het ontwikkelingsplan voor cam. En we zien wel of we hem ook al gaan oproepen. Thiago Almada is wel op tijd terug. Hij is nu hersteld, verklaard. Dat is fijn. En we hebben een inleenaanbod van Utrecht voor Fitzjim. Dit gaan we afwijzen. Dat is dat nou NEC op het programma. Staan op een 7e plek met 32 punten. En ook dit ga ik gewoon simuleren. Zoals ik al zei, ik werd niet echt warm van het schema van deze speelmaand. En zo komen we lekker snel door het schema heen.
Ik heb natuurlijk in het begin niet zoveel geüpload, dus dit is een soort inhaalslag die we maken. Almada is dus terug, heeft nog wel een pleistertje. Ik ga Fitz Jim er maar neerzetten. Ik weet het anders ook niet. Almada mee op Banky, dat dan wel. En ik ga Rens weer eens even spelen. Pakt hij ook nog weer zijn wedstrijdje mee. Voor de rest laat ik de opstelling staan zoals het staat. We hebben snel gesimuleerd en we winnen 3-2 Somerville. Somerville. Drie keer Somerville en nou Rosario geblesseerd. Echt iedere simulatie is een blessure. Man. Dan zag ik aan de redactie dat het waarschijnlijk ook komt door Fivers mod. En dat is dan wel een kritiekpuntje die ik misschien even ga achterlaten in zijn server. Want dit slaat helemaal nergens op. Blessure na blessure als je een beetje simuleert. Niet normaal. Pablo Rosario heeft getrokken kniebanden. Opgelopen en zal 2 weken niet beschikbaar zijn. Ja, dat zou ik eens niet, hè. Nou, Somerville, iets met zijn trainingsplan. Heracles Almelo wil Rijkhof overnemen. Interessant, maar gaan we niet doen. Rens die bezorgd was over de komst van Sergi Roberto, maar hij stond nog blijkbaar tevreden. Nou, je bent fantastisch bezig. Je speelt niet zo vaak en je bent blijkbaar gelukkig, daar hou ik van. Silvano Vos laat ons weten dat hij zich goed voelt en klaar is om in te vallen voor Rosario. Nou, daar ben ik blij mee om te horen, want dat gaat waarschijnlijk ook wel gebeuren als die man geblesseerd is. Maak je geen zorgen, ik zal tot de juiste beslissing komen. Nu dan Fortuna Sittard op het programma. 33 punten, eens kijken waar hun staan. Staan voor Fortuna Sittard toch wel op een sterke 9e plek. Maar ik ga ook Sittard simuleren. Veel simulaties deze aflevering, maar soms is het niet anders. Nou, Rosariootje, ga er maar. Jezus, Vos wil spelen en is hij zo vermoeid. Dat is ook niet gezond. Ik moet even weer op mijn trainingsplan gaan letten na deze. Want dit wordt krap. Ik ga trouwens dan in plaats van Vos, ga ik Fitz Jim daar maar even starten. Niet dat hij 100% fit is, maar wel iets fitter als Vos. En Rosario gaat naar de reserve en dan nemen we mee. Kaplan, waarom ook niet? Nou, voor de rest ga ik niet zoveel aanpassen. Als we weer blessures krijgen, dan word ik helemaal gek, hè. Laten we gaan simuleren en dan zien we het wel. Nou, dan gaan we 3-1 overwinning. En ik zie aan onze kant nog geen blessure. Wel aan die van Fortuna Sittard. We hebben Ziyech met een goal. Meijer met een goal. Roberto met een rode kaart. En Almada met een goal. Geen blessure een keer aan onze kant. Wat een opluchting. We hebben nu wel 2 geschorste spelers. Hato en Sergi Roberto hebben te veel kaarten gepakt. Veldman wil vaker spelen dan dat hij op het moment doet. We zeggen op beslissend moment de rekening op jou. Silvana Vos, ik ben echt blij dat je voor mij hebt gekozen. Je hebt echt heel goed gespeeld, jongen. Nou, Unuvar en Rosario zijn beide hersteld verklaard. Dat is fijn. Dus we hebben geen blessures meer. Gelukkig doen de blessures niet super. Super lang. Dat is het enige lichtpuntje wat we hebben aan die blessures. Het zijn er alleen vaak veel. En dan staat er na een wedstrijd tegen RKC Waalwijk op programma. Maar we gaan verder in de volgende aflevering. Ik ga hier afsluiten. De volgende aflevering hebben we een heel wat drukker schema. En ik moet nog kijken hoe ik dit ga aanpakken. Want ik vond hoe het nu ging een hele maand in 1 aflevering volbrengen. Dat voordert wel snel een seizoen. Dat vind ik een pluspuntje. Maar dat is wel een risicootje als ik ook Europa League wedstrijden ga simuleren. Het was gewoon een wat redelijk saai. Maand, die van het afgelopen maandje. En nou hebben we dus PSV, 2 keer Leverkusen. En dan zien we daar ook nog een Twente staan. Dus dat maakt het al wat anders. Volgende aflevering gaan we dus sowieso meer spelen. Dit was het wel voor nu. We hebben in ieder geval mooi even een sprong gemaakt in dit seizoen. Vond je het leuk? Dan zou ik zeggen, klik op het duimpje omhoog en deel deze video. Dat kan mij enorm helpen en ik zou het natuurlijk zeer waarderen. Ben je hier nieuw? Wil je meer zien? Abonneer gerust en klik dan ook gelijk even op het belletje wat erbij staat. Dan zet je notificaties aan. Hoef je geen enkele activiteit op dit kanaal te missen. Ik bedank jullie sowieso, zoals altijd, voor het kijken en voor al jullie support. En ik check jullie graag bij de volgende video weer. Tot dan. Laters.